Ik vind het een hoogtepunt in de woningbouw. Een hoogtepunt. Echt een naoorlogs hoogtepunt. Ja. En ja, als ik hier sta, dan kan ik alleen maar met bewondering kijken. Het is gewoon een idylle. De regenboogbuurt in Almere. Een buurt met veel kleur en daarmee anders dan andere wijken in de stad. En anders dan andere wijken in Nederland en zelfs in de wereld. Nergens staat een kleurenbuurt in deze opzet en dit formaat. Hans Lauwmans was de projectleider van Almere Buiten en bedacht de kleurenbuurt. Hij was al betrokken bij veel wijken in de stad, maar hij wilde nu echt iets anders. Daar werd ook gemopperd, dat waren van die die tapijten van woningbouw. En die werden uitgerold. En het was altijd meer van hetzelfde. Een beetje het imago natuurlijk ook van Almere, hè? Ja, van ja. Dat veel uitrollen, hetzelfde. Veel woningen en zo. En dus ik lag te piekeren, vooral 's nachts. We moeten een list verzinnen. En opeens wist de projectleider het. Tijdens zijn studie in Berlijn was de jonge Lauwmans door wijken gelopen van de beroemde architect Bruno Taut. Wijken vol kleur. Wijken uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En ik kom op kantoor. Ik zeg, ik weet het. Ik zeg, we maken nu een wijk in de kleuren. We gaan die hele wijk in de kleur zetten. Zo ontstaat zo'n idee. Wat zeiden ze dan tegen u? En toen zeiden ze, nou, ik zeg hem, we bevinden ons in een heel goed gezelschap. Bruno Taut, had ze nog nooit van gehoord. Maar goed, ik heb dat allemaal uitgelegd, want je moet natuurlijk wel kennis bezitten. En je moet ook de, laten we zeggen, de historie kennen. Om het lege vlak in te kleuren ging Lauwmans op zoek naar architecten. Architecten met affiniteit voor kleur. En dan hebben we niet echt voorgeschreven, je moet het in het blauw of in het rood of in het geel. Maar kom maar met voorstellen. Nou, het zijn, in de regel zijn het keuzes geweest van de architecten. Alleen, we hebben wel erop toegezien dat het in een wat grotere context paste. Maar het is eigenlijk vrij subjectief, moet ik wel zeggen. Ja. Dat je dan hier loopt en je hebt de tekeningen nog in je hoofd. En dan zie je, het is gewoon gebouwd, gerealiseerd. U bent er blij mee? Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die dan zeggen van ja, al die gekke kleuren. Ja. Wat vindt u daar dan van, dat mensen dat zeggen? Ja, dat zijn mensen die eigenlijk, nou dan moet ik voorzichtig zijn. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, mensen vinden het mooi of niet mooi. Of, ja. Ja, kijk, je kunt ook over smaak kun je discussiëren. En dan zeg ik altijd, je hebt goede smaak en slechte smaak. En ja, dan is het einde discussie. En ik verwacht eigenlijk altijd dat mensen een bepaald inlevingsvermogen hebben. En wat je nu ook veel hoort en ziet, is, dan zeg ik wel, mensen die weinig kennis in huis hebben, die hebben de meest uitgesproken mening. Ook na alle jaren is Lauwmans nog steeds blij met zijn regenboogbuurt. Helemaal met dit stukje midden in de wijk, de Hennahof. Het is zo sereen, zo heerlijk stil. En de bewoners ervaren dat ook zo. Dat zie ik aan de zorgvuldigheid waarmee ze hier, laten we zeggen, de directe omgeving, hoe ze die hier schoon houden. En dit is gewoon cultuur. Dit is nou echt wooncultuur.